Goedemorgen iedereen, het is vandaag zaterdag 23 december en welkom bij een nieuwe Vlogmas. Nou, zoals je kan zien misschien wel is het nog een klein beetje schemerig buiten. Het is, oh nee, het is al 9:30. What? 9:30, ik ben natuurlijk al wel eventjes wakker, maar ik heb even in bed gelegen, op mijn telefoon gezeten. Maar ik ben momenteel eventjes de beelden aan het downloaden die Tana mij heeft gestuurd voor de vlogmas van gisteren. Dus die ga ik zo meteen editen en afmaken. Ondertussen dacht ik, ga gewoon alvast eventjes deze vlog openen. Vlog. En even een ontbijtje maken. Ik weet niet zeker of ik al had verteld, maar ik kwam er laatst achter dat we tweede kerstdag bij ons thuis vieren. En ik moet ook nog extra cadeautjes kopen voor de familie van Ray. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ja, vandaag weer een nieuwe kerstshopdag. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Zo, een klein kommetje cornflakes. Want ik kwam erachter dat mijn cornflakes bijna op is. En ik ga hierna trouwens eventjes de adventskalenders uitpakken. Ik ga eerst dit eten voordat het niet meer crunchy is. We gaan aan de adventskalenders beginnen. En er zitten hier gewoon serieus nog maar twee in. Ik vind het heel gek om zeg maar mee te maken. Oh, het zijn wel echt twee hele grote. Hier heb je nummer 23. Nummer 24 zit hier. Dus het zijn twee hele grote. En de 23 is het allergrootst. Dus die mag ik vandaag openmaken. Oeh, hey, dit is leuk. Het is een finger and bracelet tattoo in hele mooie rose gold kleurtjes. Gaan we nu door naar de poster nummer 23. Oké, laten we even een soort van mini-weddenschap gaan doen. Wordt dit een Christmas-achtige poster of wordt het niet een Christmas-achtige poster? Ik zal even de poll aanmaken in het i'tje, daar kan je op klikken. En vul nu eventjes in wat je denkt. Christmas, niet Christmas. Christmas, niet Christmas. Laat de camera nu gewoon eventjes draaien en ik wacht tot je hebt gestemd. Oh. Ik heb nog niet gespeakt trouwens, echt nog niet. Dus ik kan je ook niet stiekem een hint geven. Oké, nu moet je wel gestemd hebben, denk ik. Dat hoop ik. We gaan kijken. Oké, ik draai hem gewoon naar jullie om, zodat we het allemaal tegelijk zien, ja? Ik doe even mijn ogen dicht als ik hem uitrol. 1, 2. Ja! Ah, dat is een lastige. Is dit Christmas? Is dit meer winters? Hij zit er een beetje tussendoor, maar ik denk dat we dit wel Christmas kunnen noemen. Dus degene die Christmas hebben ingevuld op de poll, ik zal naar het uploaden van deze video kunnen kijken hoeveel mensen daarvoor hebben gestemd. Gefeliciteerd, je hebt de weddenschap gewonnen. Dit is hem. Ziet er echt super mooi uit. Ik ben echt dol op foto's maken en zien ook van kleine lampjes. Want het worden dus allemaal van die kleine lichtbolletjes. Echt super cool. En ook bij de posters zie je dat er nog maar eentje over is. Zo gek jongens, hoe snel de tijd is gegaan. Ik snap het echt niet. Maar goed, de adventskalenders voor vandaag zijn geopend. Ik ga nu maar even achter mijn tafel kruipen met de laptop en vlogmas van gisteren in elkaar zetten. Dus als je die nog niet hebt gezien, klik zeker eventjes op die video of kijk eerst deze af wat jij wilt. En dan ga ik daarna verder met de dag. Oké, ik denk echt dat dit de thumbnail moet worden van deze video. Ik ga hem nu even uitzetten. Tot straks. Nou, het is nu redelijk vroeg in de ochtend en ik sta al helemaal klaar om de deur uit te gaan. Want de moeder van mijn vriend is jarig en haar tweelingzus ook. Dus we gaan straks naar Eindhoven toe. Maar voordat we weggaan wil ik nog eventjes de kalenders openen natuurlijk. 23. Ja, de ene laatste is dat natuurlijk. En dit is, even kijken, een voetcreme. Ik vind deze echt super schattig. Kijk. Dus dat is heel handig voor als je een beetje droge voeten hebt of als je überhaupt je voeten wil verzorgen. Nou, ik ga me nu heel even klaarmaken voor vertrek voordat ik weer te laat ben. En dan zie ik jullie zo weer. Voordat ik wegga wil ik nog heel eventjes mijn outfit laten zien. En deze trui ken je waarschijnlijk wel. Het is namelijk echt mijn favoriete trui die ik heel vaak draag van de H&M. Hij is gewoon echt een superleuke en chille fit. En deze broek is ook van de H&M. Dit is een nep leren broek die wat korter is. En ik vind die ook echt super nice. Het is echt mijn favoriet geworden. Ik draag hem heel vaak. En natuurlijk fansjes. En op mijn wangen heb ik een hele mooie glow. Want ik gebruik deze weer. Dat is Make Me Glow, een liquid bronzer. En deze is echt heel goed. Ik vind dit, die geeft echt die opvallende shine aan mijn gezicht. Wil ik ook nog even zeggen. Oh, en verder neem ik ook mijn rode Rebecca Minkoff mee. Ik gebruik deze de laatste tijd heel veel, omdat ik gewoon hou van een rood kleuraccentje. En Rebecca Minkoff tasjes zijn altijd favoriet. Zo, ik ben inmiddels helemaal aangekleed. En we lopen buiten, want we gaan eerst even boodschappen doen. Ik heb thuis een heel lijstje gemaakt met dingetjes die ik nodig heb.
Ik denk dat het wel goed moet komen. Kijken of ik een mini outfit of the day kan doen. Dit is mijn jas van Kos. Die heb ik een tijdje geleden geshopt. Daar ben ik echt super blij mee. Nou ja, mijn tasje die ik elke dag om heb van Rebecca Minkoff. En mijn Nike sneakertjes. Lekker in het zwart. Oh echt. En deze trui is van Primark. Die heb je vast ook al 10.000 keer gezien. Zo, we zijn weer thuis met boodschappen. Ik heb ze net eigenlijk snel opgeborgen. Dus dacht ik, ik had misschien eigenlijk ook wel een boodschappen shoplog kunnen doen weer. Maar ik heb hier nog een paar dingetjes liggen. Waaronder ambachtelijke merengues. Super lekker. Ik heb wat repen pure chocola om te smelten. Super lekker wordt het. Ik heb hier een lekker kerststolletje liggen. Spersiebonen. En zo limoenen en munt hebben we gekocht. Omdat we daar Moscow Mules mee gaan maken. Op de tweede kerstdag is dat. Ik heb wat spers. Nee. Champignons. Mijn vriend gaat proberen een beef wellington te maken. Dus daar is het voor bedoeld. Nog nooit gehad in mijn hele leven. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik hoop dat ik het lekker vind. Maar ik denk het wel. De rest is niet zo heel bijzonder om te laten zien. Al heb ik wel hele lekkere ijsjes gekocht. Dat zijn deze ice cream Christmas trees. En dan met een marsepein smaak. En dat zijn in de vorm van zo'n boompje. Dat vond ik wel heel erg gezellig staan. Dus ik dacht, nou, die heb ik op het laatste moment nog eventjes erbij gekocht. Ik ga namelijk dus een lange plank maken met allemaal desserts. Dus ik dacht, nou, dan is dat nog wel heel erg leuk om zo er tussendoor te gaan neerleggen. Om het een beetje vol te maken. En dan gaan we zo weer de deur uit. Nou, we hebben net de verjaardag van de zus van de moeder van mijn vriend gehad. En we zijn nu heel eventjes strijd S opgelopen om eventjes een beetje rond te kijken. Ik sta nu bijvoorbeeld in de pastry club waar Larissa en ik een paar jaar geleden hele toffe Skull bonbons hebben gehaald. Ik wil eigenlijk even kijken of ze die nog hebben en even kijken of die sowieso nog meer zit. Dus hier beneden kan je allemaal chocolaatjes en zo halen. Dat wil ik straks gaan doen. Maar we gaan eerst eventjes de Guus Market in. Ziet er wel gezellig uit. Het zijn allemaal interieur dingetjes volgens mij. Misschien kan ik nog wel een extra cadeautje scoren hier voor kerst. Deze stoel is geweldig. Maar volgens mij heeft niemand daar ruimte voor in huis. Maar ik zie echt hele leuke dingetjes. Ik sta nu in de Beester Club. Maar volgens mij is er en niemand. En er zijn geen doodshoofdbonbons. Dat vind ik heel erg jammer stiekem. Ik ga nog even verder zoeken. Maar ach ja, wel heel veel andere lekkere dingen. Deze zijn sowieso heel erg lekker. Daar zit salted caramel in. Deze heeft champagne dus blijkbaar. Hier allemaal taartjes. Nou, we zijn inmiddels weer thuis. En ik ben op dit moment heel eventjes een beetje televisie aan het kijken. Ik ben best wel moe geworden van deze dag. Dus ik wil eventjes rustig gaan. Ik heb mijn joggingbroek ook alweer aan. En mijn moeder komt straks langs. Want die komt even post brengen. Waaronder de kerststokjes die ik cadeau heb gekregen. En nog meer leuke dingetjes. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat ze binnen nu een half uurtje wel zullen zijn. Zo, ik laat weer eventjes van me horen. Het is echt een heel aantal uur verder. Sorry dat ik niet meer heb kunnen vloggen tijdens het winkelen. Maar het was eigenlijk ook wel een beetje verwacht, want het was echt één grote drukte in de stad. Maar we zijn wel echt super goed geslaagd, dus dat is heel erg mooi meegenomen. Maar nu zijn we natuurlijk ontzettend moe, dus om onszelf daar eventjes voor te belonen, hebben we lekker eten afgehaald. Ik heb hier een Durum, Dono Durum. Ik weet niet zeker of ik dat ooit eerder heb gehad. Ik denk misschien één keer eerder. Mijn vriend heeft een Turkse pizza en nog een frietje. Ik moet nog een paar dingetjes morgen kopen, dus dat ga ik dan ook nog doen. Maar over het algemeen hebben we nu bijna alles, dus dat is echt heel erg mooi meegenomen. Ja, dus nu gaan we even lekker eten, een filmpje kijken of een serietje. We zijn nog steeds bezig in de Punisher trouwens, mocht je het afvragen. Dan spreek ik jullie zo meteen weer. Wat is dat? Een soort van Asian Kenny. Ik kijk ook echt heel eng. Nou, kijk eens wie er is. Meteen de camera in je gezicht. Sorry, hallo. Mam. Hallo. Samen met Silly. Met Silly. En we hebben net allemaal pakjes gekregen. Die liggen allemaal hier. Dus die ga ik straks eventjes uitpakken. Ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. En mijn vader staat in de keuken. Ja. Ja. Dat. Ik zal eventjes de kerstverlichting aandoen trouwens. Ja. Zo. Ja, ja. Nou, laatst liet ik al aan jullie zien dat ik een cadeautje had gekregen. Namelijk kerstsokjes voor aan deze schoorsteenmantel. Want degene die er nu op zit is van Serena. Die is niet voor mij. En ik was heel erg op zoek naar kerstsokken. Maar ik kon ze gewoon nergens vinden, gek genoeg, in de winkel. Dan heb ik het echt over dit soort kerstsokken. Waar je dus cadeautjes in kan stoppen. En niet gewoon echt om te dragen aan je voeten. Nou, ik had op mijn blog gedeeld hoe ik deze haard had gemaakt. En ook dus het verhaal dat ik ze niet kon vinden. En toen kreeg ik ineens dit cadeautje thuis gestuurd. En die liet ik laatst al digitaal zien. Maar nu heb ik ze eindelijk in handen. En het is echt gemaakt van een soort van super zacht
vliesstofje. En dit is dan mijn sok. Dit is de vrouwelijke sok in de vorm van een hak. En dit is dan de mannelijke kerstsok. En deze is voor Silly. Kijk zo schattig deze is. Deze is voor jou, Sil. Je ziet hem ook zo kijken. Huh? Dus deze ga ik er straks ophangen. Ik vind het ook heel leuk dat ze grijs zijn. Want dat past een beetje bij dat witte wat ik hier allemaal heb. De witte haard. Dus dat is echt super leuk. En ik heb dit gekregen van Paulina. En zij komt uit Delft. En zij is een hobbyist. Of ze maakt, heeft verschillende hobby's. En is ook heel erg geprikkeld door ons om ook te gaan vloggen. Ze is er nog een beetje mee bezig. Maar heel binnenkort gaat ze een kanaal beginnen. En dan laat ze waarschijnlijk allemaal aan jullie allemaal zien hoe je dit soort dingen kan maken. Ik vind het echt super lief dat je dit op wilde sturen. Dat je het hebt gemaakt speciaal voor mij. Ik vind het echt heel cool. En ik ga deze echt elk jaar aan mijn haard hangen. En ik ga dit echt bewaren. En het ziet er ook super mooi uit. De kwaliteit is heel goed, heel zacht. Ik ben benieuwd wat Silly ervan vindt. Silly. Silly, kom eens hier. Dit is een kerstsok. Silly. Kijk eens. Wat is dit? Hier kunnen cadeautjes voor jou in. Snoepjes en zo. Er zit nog niks in. Oh, dus het kan hem ook meteen niks meer schelen. Doei. Kijk nou hoe leuk. Het hangt allemaal. De sokjes. Ik vind deze zo schattig. Heel erg bedankt nogmaals. Ik vind het echt super cool. En ik ben er echt heel blij mee. Het staat zo leuk. Heel erg leuk. Nou, mijn ouders zijn net langsgekomen voor een gezellig kopje koffie. En ze namen ook heel veel pakjes mee. Dus ik wil heel even laten zien wat er allemaal in zit. Want het is echt veel. En ik heb al gekeken eventjes. Omdat ik echt niet kon wachten. Maar we waren net heel veel aan het kletsen. Dus ik wilde niet filmen tussendoor. Maar ik ga het je uiteraard wel allemaal laten zien nu. In deze glitter envelop zaten allemaal productjes van Dr. Hauschka. En die hebben allemaal een paars kleurtje. Het ziet er echt ontzettend mooi uit. Moet je kijken. Er zitten ook een beetje glittertjes in. Als je dat een beetje kunt zien zo. En het paletje zelf ziet er dan bijvoorbeeld zo uit. Dus dat is echt super mooi. Dus heel erg bedankt. En van Invisibobble kregen we ieder een kerstkaart. En natuurlijk nog een Invisibobble elastiekje erbij. En zo ziet hij eruit. Ik vind hem echt super gaaf. Dit is echt eentje om in te lijsten. En op de achterkant staat dan Happy Holidays. Verder kregen Larissa en ik ieder een pakketje van Stradivarius. En we hebben allebei andere dingetjes gekregen. Ik heb deze super leuke trui gekregen. Oh, dit is de achterkant. En dit staat erop. En hij is echt super zacht. En hij is echt oversized. Heel erg chill is deze. En ook nog dit leuke jurkje met lange mouwen. Met streepjes en stippen. Je kan het nu niet zo goed zien. Maar je zult het waarschijnlijk wel een keertje nog langs zien komen. Heel erg bedankt. En voor Larissa zat er natuurlijk ook nog wat bij. En zij heeft deze prachtige overknee laarzen gekregen. En deze hebben een doorzichtige hak. En een punt. Dus ik denk dat ze deze echt super cool gaat vinden. En ze zien er ook heel slank uit. Dus ik denk dat die wel goed gaat passen. Dus heel erg bedankt. Dan heb ik hier nog een pakje van L'Oréal in. Hier zitten heel veel Stylista producten in. Het is echt een hele doos vol met allemaal styling producten. Van een serum tot een blow dry spray. Tot een, even kijken, tot een beach wave spray. Dus echt voor ieder wat wils. Heel cool. Dankjewel. En dan van Primark hebben we echt twee gigantische dozen vol met kleding gekregen. Zoals hier deze superleuke tas met hierop nog een bijtje en een beetje lak details. Ik vind deze echt super leuk. En hier, even kijken hoor. Er zit een jas en die lijkt heel erg op onze winterjas. Het is zo'n Lemmy coat. Maar dan is die mat en hij is ook wat dunner. Dus dit zou nog wel eens een heel goed alternatief kunnen zijn voor als het wat warmer weer is. Ik hoop echt dat die past. Super chille modeljassen die overal bij passen. Dan hier echt een super fluffy jasje ook. Kijk nou, dit is toch cool? Het is natuurlijk wel heel opvallend, maar ik vind het echt heel vet. En ik vind deze kleuren heel mooi. En ik besef me ineens dat ik ook serieus badslippers heb met dezelfde soort fake fluff. Dus dat is heel erg grappig. Eigenlijk zou ik dat voor de grap bij elkaar moeten dragen, maar ik weet niet hoe dat gaat staan, maar ik vind het wel heel grappig. Dan heb ik hier een jasje die Larissa toevallig al een tijdje op het oog had. Dit is een, even kijken, een fluwelen jasje. Het is eigenlijk echt een bomberjak of een bikerjack is het. Dus dat is echt heel leuk. Ik denk dat zij die heel leuk gaat vinden, want al deze kledingstukken die gaan wij onder elkaar verdelen. Dit is een heel leuk jasje. Dit is een mooi blazertje. Die heeft zo'n prachtig printje. Ik denk dat Larissa deze ook heel leuk gaat vinden, want zij is dol op die print. Hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Hoe ga ik dit laten zien? Dit is een blouseje en hij heeft hier een ingebouwde choker. En dan twee van die roze patches erop in het goud. En hier zit dan nog een draadje. Dus ik denk dat je deze om je nek doet.
En dat je dan een open V aan de achterkant hebt met lange mouwtjes. Dus ik vind deze heel leuk. Dan hebben we hier nog een heel leuk denim setje. En dat bestaat uit een jasje en een broekje. En we hebben hem twee keer gekregen. En dit is het jasje. Zwart denim. Allemaal glitters op de achterkant. Glitters op de voorkant. En het is gewoon super cool om die dan te dragen. In combinatie met deze broek. Ik heb hem nu ook aangetrokken. Dus ik zal even laten zien hoe die zit. En hij zit echt perfect. Dus dit is de broek. En dan heeft hij hier zo'n detail erop zitten. En hij zit echt lekker. Dan hebben we hier nog een andere broek. En ik ben heel erg benieuwd hoe deze zit. Want het is een beetje een stretch. Broeken stretch skinny. Met deze zijkant. Dus dat is heel erg leuk. Met zo'n vetertje erin. Ik denk dat deze ook heel mooi staat. Ik ben, ja, ze kennen ons wel van het persbureau. Dus ik denk dat ze daarom ook alleen maar zwarte broek in hebben gedaan. Want wij houden gewoon van zwarte denim. Ik ben bijna klaar. Ik heb hier ook nog een heel leuke tasje. Dat is echt zeg maar zo'n... zo'n pouch die je zo bij elkaar kan trekken. En dan zit hier nog een kettingje aan. Dus deze is ook super vet. Heel erg bedankt Oona en Primark voor al deze spulletjes. Het is echt mega veel. We kunnen onze kast weer helemaal aanvullen. En ik vind alles ook echt super leuk. Dus ik ben er echt mega blij mee. Ik heb heel eventjes het hele setje aangetrokken. Dus dit is het spijkerjasje. Ik vind hem echt super vet. En dit is dus die broek. En die zit echt super goed. Echt heel leuk dit. En dit is het blouseje met de gouden rozen. Ik vind deze echt super leuk. En ik gok dat Larissa deze ook dus heel erg leuk gaat vinden. Dus dat wordt nog eventjes kiezen wie je mag houden. Maar ja, heel leuk deze. Ik laat ook even de rest zien aangezien ik nu toch bezig ben. Dit is het jasje. Die zit echt super lekker zacht. En hij zit ook nog eens goed. Het is heel chill. En deze is ook nog eens korter. Dus ik vind deze iets meer geschikt voor de iets warmere dagen, denk ik. Deze is geweldig. Kijk, zo fluffy. En ik vind deze kleuren echt heel erg leuk. Deze is ook heel mooi. Ik vind hem echt iets voor Larissa. En die kleur is echt, ja, echt heel tof. Dat velvet. Ja, ja, ja. Echt een business one. Hij zit echt heel mooi, deze. Dit is de broek met de lace zijkant. En hij zit goed. Hij is stretchy. Heel chill. Ik vind hem echt leuk. Oh ja, ik ga altijd... ik ga altijd door mijn knieën om dan te voelen of hij een beetje meerekt. En dat doet hij. Kijk, dit is echt super leuk. En ik denk dat Larissa deze ook heel leuk vindt. Nou, ondertussen heb ik het echt mega warm gekregen door het vele praten. En ik heb mijn haar 100 keer heen en weer gedaan. Oh, omdat het heel plat zit. Ik heb het vandaag gewassen en het is ook een beetje vet alweer aan te worden door dit weer. Ik ga nu eventjes mijn serietje kijken, want daar heb ik heel veel zin in. En ik zie jullie straks alweer. Nou, we hebben net de film Bright gekeken op Netflix. Want Tara zei dat het een leuke, goede film was en dat ik hem echt even moest kijken. Maar, sorry Tara, ik vond het echt 10 keer niks. Gewoon vanaf de eerste seconde. En ik appte haar ondertussen van, Tara, wat is het voor film? Ze zei, je moet blijven doorkijken, je moet blijven doorkijken. We hebben hem helemaal tot de allerlaatste seconde gekeken. En ik geef nog steeds de duim om naar beneden. Sorry. Ik ben zelf ook wel niet heel erg into science fiction, fantasy-achtige films. En daar hoorde deze wel echt bij, vind ik. Maar goed, mocht jij Bright hebben gezien, laat me eventjes weten of jij hem wel of niet leuk vond. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. En mocht je hem nog niet gezien hebben, hij staat gewoon op Netflix. Dus daar kan je maar gelijk kijken. Het is 7:50 op dit moment. En ik besef me ineens dat we nog moeten eten. En ik wist niet zo goed wat, maar mijn ouders namen toevallig deze mee. Omdat mijn vader er hier geen zin in had. En dit is een pakket van de Lidl voor kruidige couscous. Dus... en het is wel heel erg makkelijk, want hier zit gewoon alles bij elkaar erin. Ik hoef alleen nog maar olijfolie toe te voegen. Nou, ik heb geen olijfolie, maar wel gewoon andere olie. Dus dat ga ik even doen. Zo, de couscous is bijna klaar. Het ziet er echt goed uit. En ik moet hem nu nog eventjes 5 minuutjes laten stoven. En ik heb hem net ook al eventjes geproefd. En ik moet zeggen, hij is heel erg lekker. Hij is heel kruidig inderdaad. Er zit volgens mij ook iets in. Ik kan er niet op komen, maar wel echt ja, heel lekker eigenlijk. Dus daar kijk ik naar uit. En dan ga ik straks dan eindelijk mijn serie kijken. Want die moet ik nog steeds doen. Peaky Blinders. Ik heb heel veel zin in. Jongens, ik wil even zeggen dat het me spijt dat ik deze keer niet zo heel erg veel heb gevlogd in deze vlogmas. Want het was gewoon echt te lastig. Ik hoop dat jullie hem alsnog heel erg gezellig vonden om te zien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlogmas. Ik hoop dat jullie het weer gezellig vonden. Zo ja, geef hem een duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En ik zie jullie morgen weer terug in de allerlaatste vlogmas van dit jaar. Het zou het heel gezellig vinden als jullie er morgen weer bij zijn. Dus ja, ik spreek jullie heel graag morgen. Laat nog maar even een comment achter met whatever waar je ook zin in hebt. Vragen, dat soort dingetjes. En ja, zie ik jullie morgen. Doei. Doei.